Randje Buitenspel, de podcast. Welkom allemaal bij aflevering 75 van de Randje Buitenspel podcast. Yes, dankjewel voor het luisteren. En we doen dat natuurlijk niet in ons eentje. Mijn naam is Wilco en ik ben natuurlijk voor Ajax. En we hebben vandaag een special guest. Niet zomaar iemand. Nee, René Treur. René ken ik van de Ziggo e-battles van vroeger. Hebben we heel veel raceavonturen meegemaakt. Maar hij zit ook regelmatig met een microfoon voor zijn snuffert in het stadion. En zit vaak bij AZ Tilburg. Dus Willem II en hartelijk welkom, René. Ja, dankjewel, man. En natuurlijk heb ik ook... Yes, dankjewel voor het langskomen. En natuurlijk hebben we ook nog de koploper, jazeker, Tim Hartog voor Feyenoord. Hallo. En natuurlijk Thijs Kempering voor FC Twente. Voor onze luisteraars die zich afvragen waar Rob is. Rob kon vandaag niet, want hij gaat vanavond iets speciaals doen. Namelijk, er is een uitzending van ESPN voor Thijs Slegers. Een hele speciale uitzending en dan kunnen we echt aanraden. Ga dat kijken. Dan gaat hij samen met Helene Hendricks gaat hij dat presenteren. Onder andere zit daar ook Ruud van Nistelrooy aan tafel. Theo Maassen, echt de crème de la crème van alles wat PSV een warm hart toedraagt, is daar. Je krijgt inbelletjes van onder andere Zlatan Ibrahim. En allemaal dat soort dingen. Dus ga dat zeker kijken. Want dat is A, de moeite waard. En B, vind ik dat we met z'n allen Thijs wel mogen steunen in deze moeilijke tijden. Dus ook namens Randje Buitenspel, Thijs, heel veel sterkte in deze tijd. En ook de familie. Dus ga dat zien vanavond. AZ, René. AZ, ja. Ze gaan fantastisch. Wat is daar aan de hand? Ja, het is heel bijzonder. En begin van het seizoen, daar schoten ze al van start natuurlijk. Stonden ze al snel op de tweede plaats. En toen misten ze nog Pavlidis en Carlson natuurlijk. En die zijn inmiddels terug. En die moesten weer een beetje aan het draaien raken. Maar die gaan nu weer op volle toeren. En daarmee gaat AZ natuurlijk ook lekker. En dat ondanks het gemis van Dani de Wit, laatste wedstrijd. Die gooit er wel af en toe wat pit in natuurlijk. En wat grinta. Maar dat straalt ook af op die andere jongens om hem heen. Dus je ziet inmiddels Tijani Reinders, die gooit ook vaak de beuk erin. En een aantal hele goede aankopen gedaan. Beukema doet het fantastisch in de verdediging. En die vervanger van Wijndal is ook niet misselijk. Zeker. Zeker, die Kerkes. Ja, dat is vrij slecht. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar wel een beetje Oenerstal-vibes bij krijg. Dat, in die zin dat Twente natuurlijk Drommel van de hand deed en Oenerstal ervoor terugkreeg. En dat AZ Wijndal van de hand heeft gedaan en Kerkes ervoor terug heeft gekregen. Ja. Ik denk dat je er niet op achteruit bent gegaan. Zeker. Dat iedereen denkt dat je een hele goede auto verkoopt, maar daar zit een zaagsel in de versnellingsbak. En dan blijkt dat je een pareltje ervoor terugkrijgt. Dat is best wel lekker. Maar wat AZ dit seizoen heel goed doet, is hun slechte wedstrijden ook winnen. Want het is af en toe ook echt kiele. En het is ook af en toe niet om aan te gluren. Ja, en zeker. Dit weekend ook weer, hè? Tegen Excelsior. Ja. Leek nergens op. Nee, maar als je... Dat is 5-0 natuurlijk. Nee, zeg, dat was dit weekend niet, maar dat hebben ze wel gehad dit seizoen. Ja. Waar wij bijvoorbeeld met Twente, want ik denk dat het een beetje vergelijkbaar is af en toe AZ en Twente. Waar wij dat dit seizoen niet doen, doen jullie dat wel. En was vorig seizoen vaak andersom. Ja, ik denk ook dat in Alkmaar ligt er niet zoveel druk op de spelers. Hè, als in Rotterdam, in Amsterdam, in misschien zelfs Eindhoven. Ja, ik denk ook dat die jongens lekker vrijuit kunnen voetballen. En Pascal Jansen, die heeft ze dat ook daar ook van doordrongen. Van, hey, ga gewoon lekker relaxed erbij en doe je ding. Maar wel met de juiste instelling. En dat levert gewoon resultaat op. Wat ik wel heel eng vind van AZ, is dat je heel veel ploegen of trainers die dan al een wedstrijdje tegen AZ hebben gespeeld. Die zeggen van, wat is nou de moeilijkste ploeg of de beste ploeg tegen wie je gevoetbald hebt? En daar komt toch over het algemeen AZ en Feyenoord uit. En dat vind ik best wel... dat is, weet je, over het algemeen de trainer van de tegenpartij... die heeft er vaak een goede kijker. Ja, die weet precies van, oh fuck, dit was echt lastig, weet je. Ja, nou ja, Feyenoord heeft natuurlijk vaak bij genoemd, hè, trouwens. Ja, maar die hebben ook allemaal spelers, die hebben wel sterspelers... maar die zijn niet te beroerd om keihard te werken. En natuurlijk bij Ajax loopt af en toe iemand... als Bergwijn even een stapje minder.
Nou ja, en dat heeft bij, als dat bij ons gebeurt, krijgen ze ook direct de beuk erin. Want Chandy, die wou donderdag nog niet eens meer terugverdedigen. Nou, ja. Dan is het niet alleen 20.000 man in het stadion, maar ook gewoon zijn eindselectie is gewoon boos op hem. Zo. Ja, ze wil... schelden elkaar verrot hoor, want ik weet wel dat die Ali Reza, die had balverlies en waardoor Kökçü geel moest pakken bijna. En nu ja, dus geschorst is voor AZ. Nou, als blikken konden doden, dat is gewoon... dat scheelt natuurlijk een hoop. Ik wil niet vooruit lopen op Ajax, maar als je ziet hoe Bellassani eigenlijk vrij... Kudus zag je instappen en denken, ah nee, toch niet joh. Ik loop gewoon even de andere kant op. En daar komt wel die goal uit. Ja, ja dus nou... Het collectief als... ding. Nou, Ajax had nog wel meer goals tegen kunnen krijgen, hoor. Dat was... het, nou, het was ja, niet dat er een muur stond. Een onneembare vesting. Als ik kijk wat de kritiek op Heitinga en zijn aanstelling is, op dit moment trekt hij zich weinig van aan. Ik vind dat hij goed ja, doet. Ja, hij doet fantastisch. Zeker. Ja, hij nou krijgt ja, zelfs Wijndal weer aan het draaien. Nee, maar het is wel grappig hoor, dat je gewoon zo'n, dat je dan weer hoort dat die Schreuder eerste keus is bij Leeds. Dan denk ik, hoe graag wil je degraderen? Wat voor scouting hebben die? Want die zijn ja, dus ik... eerst naar Slot gegaan. Of tenminste zijn die naar Slot gegaan, er is contact geweest met Feyenoord. En die zeggen zeer terecht van ja, hallo, doe eens niet. Is het jullie trouwens wel opgevallen dat sinds het ontslag van Schreuder er allerlei ballonnen en ufo's worden neergeschoten? Ik zie een verband. Ik zie een verband met dat alienhoofd van hem. Ja, het zijn allemaal replicaatjes. Hoe kan je van Slot naar Schreuder gaan? Wat ja, is dan echt je enige criterium een kale man? Is dat ja, dan wat het is? Manchester United doet lekker met de dag. We hebben ook een kale Nederlander nodig. Oh, maar dan kan die wel naar Willem II komen. Wij hadden Fred Grim, toen Kevin Hofland, nu Renier Robbenmond. Ja, de volgende kale man nodig. Ik denk dat de volgende op het lijstje is Peter Gillis. Dat wordt de volgende. Ja, je weet één ding zeker. Er is daar een kapper met heel weinig omzet in Tilburg. Ja, ja, ja. Maar ja, Wijndal, nou, ook, hoor. Wijndal, voordat hij naar Ajax vertrok, was het zo'n beetje de beste linksback samen met Malaysia van Nederland. Of van de ja, Eredivisie, laat ik het zo zeggen. En Schreuder die heeft hem onder handen genomen en het lijkt nergens meer op. Dus laat je auto niet door de wasstraat van Schreuder gaan, want daarna dan, zijn de wielen eronder vandaan. Ik denk dat Schreuder gewoon echt moet, als conclusie voor zichzelf ook, maar vaak zijn ze dat te koppig voor trainers ook. Maar dat hij gewoon een hele goede assistent is, want tactisch weet hij ja, echt heel veel. Ja. En hij is als assistent van, heeft hij echt een goede waarde. Maar zodra hij de verantwoordelijkheid krijgt, bij elke club waar hij tot nu toe gezeten heeft, is het een paar weekjes en dan is het misboel. Ja. In de tijd van hem bij Ajax, bij Ten Hag als assistent, zeiden sommige mensen, ja, hij is de mastermind en Ten Hag zonder hem is hij niks. Nou, dat... Dat die mensen die dat gezegd hebben, die willen hun quotes niet meer terugzien. Nee, dat is... Nee, ja, ten acht vind ik, daar heb ik echt credits voor. Hoor. Want die heeft al zoveel stront over zich heen gaat hier. En die denkt gewoon, ja, ik ga gewoon doen wat ik goed kan. Want ik doe het daar in Engeland. Dat doet hartstikke netjes, man. Die heeft meer stront over zich heen gehad dan met betere resultaten dan Schreuder, hoor. Nou, ja. Ja, dan een gemiddeld weiland in de... Ja, bij een Natura 200 gebied. Ja. Meer dan Patricia Pai nog. Oh. 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 Nee, maar weet je waar ik Schreuder wel als assistent wil zien? Bij een goochelaar. Dat hij twee keer per week weggetoverd wordt. Doormidden gezaagd worden. Ja, ook. Hup, zo'n pruikje op die rare has is wel een hartstikke idee. Nee, zeker. Ja, als ik hem zo zie, is dat al een paar keer wat er gebeurt, hoor. Voor mij heeft die tovenaar gewoon net niet de goede spreuk. Ja. Megamind. Nee, hebben jullie de wedstrijd tegen Excelsior gezien van AZ? Wie vonden jullie de beste? Ik heb een samenvatting gezien. Ja, ja, die Meinans, die was fantastisch, joh. Ja. Ja. Die zag ik. Ik heb dit ook met Seruki gehad. En ook met die Meinans, dat is niet om nu te zeggen, oh, ik zag het al, maar ik heb altijd hem bij Sparta interessant gevonden. Voor Feyenoord ook. Omdat ik vind Meinans echt zo'n jaren 50 voetballer. Gewoon hoe die eruit ziet, zo'n Abel Lenstra kapsel. En dan, hij komt ook nog eens uit Spijkenissa, want hij praat ook nog eens zo. Hij heeft nog net geen groentezaak. Ja, dat. Zo, ja, ja, ja.
Hij moet daarnaast nog werken, is een sigarenzaak. Het is ook een jaren 50 naam, hè? Het is ook een jaren 50 naam. Mijnans. Ja, Mijnans speelt de bal. Dus nee, ik vind dat een hele mooie speler inderdaad. Die speelt heel gemakkelijk. Ja. Ik denk altijd wel bij AZ of zo, dat als er geen druk op staat, dat ook tegen kan werken. Want ik weet wel, die 5-5 bijvoorbeeld, fantastische wedstrijd trouwens, die 5-5 tegen Utrecht, dat je dan toch een beetje merkt van, ja, nou ja, het was een hele mooie wedstrijd. Je ziet spelers een beetje glimlachen, terwijl je wel 5 doelpunten om de oren gehad. Dus dat het net niet dat ze elkaar stijf schelden, zeg maar. Ja. Dat zal misschien intern wel gebeuren, maar dat is ook... Ik vond zo tekenend bijvoorbeeld dat Alireza scoort 2-2 tegen PSV en dat 3 teamgenoten hem uit de cornervlag wegtrekken om nog voor de 3-2 te gaan. Dat is denk ik net het verschil. Ja, in mentaliteit, ja, zeker. Nou ja, het zitten gewoon een aantal hele leuke spelers bij AZ, maar ik moet toegeven dat ik toch ook wel weer, als ik dan die eerste goal zie van die Odgaard, dat is toch wel echt klasse. Maar ook die, wat was het nou, de 3 of de 4-0 van die Pavlidis? Die soort volley die dan drukt. Ja, mooi. Die van Carlson. Die trainde erop, hè? Op de training deed hij hem ook zo. Ja, vaak is het dan bij een speler dat ze zeggen, ja, op de training schiet hij ze er allemaal in. En dat het dan in het echt niet gebeurt, maar hij één op één een kopie. Ja, maar die gaat toch ook wel op een gegeven moment naar Engeland toe. Yeah. Hey jongens, even over Klaasie. Spanje vind ik meer voor hem. Jordi Klaasie, heb je dat filmpje gezien dat hij dat jasje... Ik smolt. Opvegen als het gaat over kinderen met spelers. Er was een jongen die wilde het shirt van Klaasie hebben. Maar Klaasie kon het shirt niet geven omdat dat geveld wordt voor Turkije en Syrië. En toen zei hij, wil je dan mijn jas hebben? Mijn trainingsjack. Ja. Kreeg hij zo'n grote jas. Leuk voor de jongen, want hij kan hem ook meteen aan. Want het is dezelfde maat. En je zag hem ook zo van, als je de volgende keer nog komt, dan zorg ik dat er een shirtje voor je klaar ligt. Ja, dat vond ik ook wel. Ja, ik word daar zo warm van. Ja, dat was een mooi filmpje, ja. Maar ook echt, dat vond ik zo leuk. Als je nou de volgende wedstrijd terugkomt, dan krijg je mijn shirt. Ja, netjes. Ja, weet je, het is af en toe... Weet je wel, het zijn af en toe van die verwende kutventjes voetballers, maar sommigen die hebben dit ook nog in de mars. Maar je ziet dat ze ook tegen de 30 lopen, hè, dat soort gasten. Dat zijn vaak die wat oudere jongens. Kan Klaassen misschien van Klaasie een lesje in chillheid krijgen? Want die begint de laatste tijd er echt een beetje uit te zien alsof hij een soort middelmanager is die op het punt staat om in de sanering weggestuurd te worden. Die begint overal met een soort kloppende ader in zijn nek. Micromanagement is het. Ik ben wel met jou eens, Tim, wat jij zei over AZ. Dat is ook wat er bij ons natuurlijk is. Hè? Als wij het seizoen afronden en we halen Europees voetbal, dan is wat dat betreft het doel bereikt. Dan zijn we heel blij. Maar als we vervolgens die zomer daarna de eerste voorronde Conference League tegen een of andere club waar je de naam niet van uitspreekt, 1-0 aan de kloon krijgt, dan denken we, maar we hebben in ieder geval Europa gehaald. Ja? Dan moet er ook die killer mentaliteit zijn om daar wat verder te komen. Dat vind ik bij AZ eigenlijk een beetje hetzelfde. Ja. Daar moet gewoon, ze moeten ook die grote wedstrijden willen winnen en gewoon de beste willen zijn. Want AZ draait al jaren nu bovenin mee. En het is altijd steady. Maar dan moet er nog één stap gezet worden. En dan moet je gewoon uitstralen. Nou, ik denk ook wel dat de AZ een van de beste jeugdopleidingen heeft op dit moment, hoor. Want ik merk ook wel dat er gewoon best wel veel... Nou, en je ziet hè, bij Ajax bijvoorbeeld zitten. En je ziet, bij AZ was het een tyfuszooi. Daar hebben ze de boel schoongemaakt, zijn ze opnieuw begonnen. Bij ons was het een tyfuszooi, daar hebben ze de boel schoongemaakt en zijn we opnieuw begonnen. En het ziet er mooi uit. Dat zouden ze in Amsterdam nou eens een keer moeten doen. Volgens mij is die schoonmaak voorlopig nog niet aan de hand. Want ik hoor ook alweer dat Van de Sar onder zijn vleugels technisch directeur heeft verloren. Jullie naam is een schoonmaakmerk. Gebruik het dan, godverdomme ook eens. Maar Wilco, waar baseer je op dat AZ de beste jeugdopleiding heeft? Nou, een hele goede opleiding heeft. Want ik weet dat er een aantal jeugdspelers van Ajax naar AZ zijn gegaan. En dat doe je niet omdat je denkt van, oh, ik ga een tandje lager zitten.
Weet je wel, dat doe je gewoon omdat het waarschijnlijk iets relaxter is of iets beter is. Er is er maar één doorgebroken in het eerste elftal, hè? Ja. Tijani Reinders. Ja. Verder is het... Maar er komt nog wel wat aan. Dani de Wit is natuurlijk afdankertje van Ajax. Ja. Of eigenlijk niet goed genoeg bevonden daar. En kijk eens wat hij nu doet. Ja, dat hebben wij met Saruki. Ja. Ja, nee, als je de afdankertjes van Ajax opstelt, dan word je fluitend kampioen. Ja, zeker. Als je de afgelopen 5 jaar wat daar allemaal weggelopen is, gratis de deur uit of weggesneeuwd is. Als je dat er een elftal van maakt, dan heb je echt een waanzinnige elftal. Maar ik kan wel merken bij ons. We hebben nou zo'n gezamenlijk dingetje met Heracles. En dan, als een speler goed genoeg is, kiezen ze vaak voor Twente. Je hebt nou meerdere keren gehad dat speler voor Twente kiest en die dan verkocht wordt. En daarna nog een keer verkocht wordt. Maar Heracles snoept ervan mee. Wij bij Twente begint zo langzamerhand te zeggen... Waarom ga je dit deel? We willen een eigen jeugdopleiding. Je ziet bij Feyenoord ook. Feyenoord, een jong Feyenoord zit niet bij jong Ajax, jong PSV. Jong. Dat zou nog wel een stap van een club moeten zijn. Ja. Ik vraag me oprecht af of de talenten die er nu bij Feyenoord spelen... Want ik hou dat ook in de gaten, die onder 21. Mm-hmm. Ik denk dat ze gebaat zijn bij de keukenkampioendivisie, maar ik denk dat het ook soms schromelijk wordt overschat wat daar gebeurt. Ik denk dat sommige talenten, want bijvoorbeeld zo'n Hartman ging ook direct. En het was echt, Hartman werd echt begin dit seizoen, zware blessure, werd echt van gedacht, die gaat nooit de top redden. Die gaat het niet redden. Nou, is nu je vaste linksback. Maar ik vind het best wel grappig dat bij Feyenoord best wel eens gezegd van ja, vreemdelingenlegioen aan het begin van het jaar natuurlijk. Maar je hebt met Geertruida, Bijlo, Hartman, Kukcu. Het zijn allemaal jongens uit de jeugd. Timber, officieel ook uit Feyenoord jeugd natuurlijk. Ja. Maar dat is best wel bizar hoe daar toch weer iedere keer, weliswaar soms uit nood, dan toch weer van die jongens worden doorgeschoven die dan die plek innemen. Want even, ik weet niet wie dit heeft gezien, Feyenoord Heerenveen. Even behouden ze die eerste 10 minuten. Die eerste helft moeten ze gewoon 3-4-0 voorstaan. Is er niks aan de hand. Nou, en door een zondagschot wordt het nog 2-1. Maar die Wiever, jongens. Holy shit, wat is dat voor een speler? Is gewoon irritant. Is gewoon een irritante kutspeler voor je, als je daar tegen moet. En dat werd bij ons te licht gevonden. Ja. Hè? En dan zag ik direct, jij had dat over net, dat je soms dat ziet. En dan werd op een gegeven moment gezegd, ja, maar die is net niet. En dan denk ik, godverdomme, geeft dat jochie nog 2 jaar de tijd om te... Je zag gewoon direct het talent, joh. Dat jochie kwam en die had zulke spielenbeen. Mijn wijsvinger is dikker dan zijn boombeen. Toen hij Twente het eerste in kwam. Dan moet je hem nou zien, joh. Die is zo bescheid aan iedereen. Zijn mazzel tussen aanhalingstekens, is dat hij er 3 maanden uit is geweest. Of 4. Nou ja, in ieder geval heel erg in het begin. Nee, hij is er niet uit geweest. Hij heeft in het begin lopen kloten met een blessure, waardoor hij niet er meteen in kan. En dan ga je in de krachthonk. Ja, en dat zie je. Dus dat heeft hij nu baat bij. Maar ja, ik heb vanuit het programma... Kijk, ik kijk iedere week angstvallig naar 538. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar dat is een website die alle statistieken bijhoudt. Mm-hmm. Van alle competities, alle soorten sport. En Feyenoord staat eigenlijk... Feyenoord staat op nummer 1 met de meeste kans om de competitie te winnen. En Ajax op nummer 2. Gewoon met de kansberekening. En ik heb even gekeken, want dat is best wel lachen om te kijken. Oh, mijn camera. Wat zij doen dan? Hij staat nu tegen mijn scherm aan. Dit is een vlog geworden. Het dus leek wel alsof je een soort assistent met Parkinson had ingehuurd. Nee, want het is best wel lachen. Want ik zal even opnoemen welke... Op nummer 1 nu staat Feyenoord met 46 punten. Nou, dan heb je op 2 hebben AZ 44. Daaronder met 43 Ajax. Dan PSV 42. Dan Twente 40. Je hebt hier de kansberekening voor het winnen van de Eredivisie. Er staat op nummer 1 staat Feyenoord met 50% kans. Geven ze. Ajax 33% kans. PSV 9. AZ 5. En Twente 3. En staat er dan bij hoe ze dat berekenen? Ja, dat hebben zij. Zij hebben vorig jaar, daarom ben ik er zo naar aan het kijken, is wat zij doen is, zij pakken allerlei parameters erbij. En wat zij bijvoorbeeld ook doen, of deden, is vorig jaar hebben zij bij de Conference League meteen vanaf bijna de poolfase al gezegd, Feyenoord en AS Roma gaan de finale halen.
Dus blijkbaar hebben ze ook nog eens best wel kijk op een aantal zaken. Is natuurlijk niet eensluidend, maar het zal zijn met resultaten in het verleden, het aankomende competitieschema. Want daar heb ik ook naar gekeken. En dan kom je, en dat is natuurlijk weer mijn assistente die dit gaat doen. Maar dan kom je ineens op het resterende programma van Feyenoord. Daar hebben ze thuis AZ, maar Utrecht, RKC, Vitesse, Go Ahead, Groningen en Volendam. Nou, stel dat je AZ thuis verliest. En je hebt uit, heb je Ajax, Sparta, Fortuna, Excelsior, Emmen, Cambuur. En je verliest Ajax. Ja, dan heb je nog 6 verliespunten. En dan kan Ajax natuurlijk wel boven je komen in AZ. Maar dan moeten ze ook alles winnen. En dat zie ik gewoon niet gebeuren. Dus ik heb er eigenlijk, zeker als ze ook nog eens gaan winnen van AZ komende zaterdag, heb ik er eigenlijk wel goede hoop op. Maar het is toch ongekend? Dat het zomaar kan gebeuren dit jaar. Maar dit seizoen is ongekend volgens mij, want ik heb, nou, ik kan me niet herinneren dat we nu, we zitten echt wel best wel over, we hebben 21 wedstrijden nu gespeeld, toch? En er zitten gewoon 5 ploegen in 6 punten verschil van elkaar, weet je wel? Want Twente staat maar 2 verliespartijtjes achter Feyenoord. Het is echt gewoon, en er staat gewoon 5 ploegen die nog gewoon meedoen. Dat is echt belachelijk spannend. Nou, Twente heeft wel een week tijd best vergooid, hoor. Ja, maar al die ploegen moeten ook nog tegen elkaar. En Sparta is ook zo'n puntenrover. Feyenoord is dus bijna de enige ploeg waar die niet meer tegen. Die heeft nog Ajax en AZ. Mm-hmm. Maar Twente heeft er nog 3, PSV heeft er nog 3. Dus die krijgen al die topwedstrijden onderling nog. Nee, maar ik denk dat je, voor ons moet je helemaal niet voor een landkampioenschap kijken. Want dan moet je een wedstrijd laatst, zoals bij Groningen, die gewoon echt zo slecht was van onze kant. Nee, maar echt zo slecht. En daar is er zelfs gewoon kans, als je 1 of 2 aanvallen doorzet, om gewoon wel te winnen. En daar gaat het juist om. In een competitie die spannend is dat soort wedstrijd win. Want dan kun je thuis dat gelijkspel tegen Feyenoord, kun je dan gewoon hem. En nu heb je bij Groningen gewoon gelijk gespeeld, was zagrijnig. De beker tegen Ajax. Ajax was niet goed. Wij ook niet, maar Ajax ook niet. Hadden we net zo goed kunnen winnen. Ja, dat was, dat was een coinflip die wedstrijd. Lig je er ook uit? Nou, en nou heb je dan gisteren tegen Volendam. Maar volgens mij waren het 3 goals in 3 minuten. Ik dacht eerst, dit wordt ook gewoon zo'n 5-6-0, joh. Dit is niet normaal. Ik heb wel het gevoel dat de enige tactiek die je tegen Groningen niet moet doen, is met Groningen in hun niveau meevoetballen. Want dan wordt het een draak van de wedstrijd. Nee, je moet gewoon je eigen plannetje trekken en dan win je sowieso met 4-5. Ik ben gisteren ook niet naar het stadion geweest, want bij ons is de carnavalsoptocht altijd een week eerder dan de rest van Nederland. En Twente stond voor zaterdagavond gepland. En ik heb niet vaak als cabaretier zaterdagavond vrij, dat had ik wel. Dus ik had eindelijk gezegd van, ik kan een keer naar een zaterdagavondwedstrijd van mijn clubpie. Maar ja, dan komt KNVB, die verzet dan Twente Ajax voor de beker naar donderdag. Ja. Waardoor wij ook nog weer eens naar de zondag. En dat is wel één ding, ik snap dat er altijd met televisie kijken en met aantal kijkers. En ik weet dat er naar Ajax meer kijkt dan Twente. Maar als jij kijkt hoeveel wedstrijden van onze club van zaterdag naar zondag zijn verplaatst, dat vind ik echt een schande, want ons stadion zit ook gewoon altijd vol. En Thijs, luister. Je weet toch dat voetbal is niet voor de mensen die in het stadion zitten? Wat voor idioot idee heb jij ineens in je kop gekregen? Nee, maar daarom heb ik gewoon thuis mensen heb in de grondvesten. daarom zat ik op woensdagavond om 12 uur nog naar een penalty-serie te kijken. Omdat die kutwedstrijd om 9 uur gespeeld moet worden. Denk je toch niet aan het openbaar vervoer? Nee, maar bij ons hadden we natuurlijk ook nog dat de wedstrijd. Oh, dat moet de hel zijn geweest. Nee, maar bushalte daar. Een wedstrijd betekent gewoon voor dat mensen in het stadion wel ervoor gaan snippen. Hè? Die nemen uren vrij om. En dat doen ze altijd voor het clubpie. Nou hadden we natuurlijk dat hier gestaakt werd openbaar vervoer. Nu staat het dus allemaal half vol bij de aanvangwedstrijd. Het wordt ook wel weer zo gecombineerd dat dat altijd niet klopt. Maar goed, ik ben dus gisteren, ik heb hier, want de optocht komt bij mij bij huis langs. Dus ik heb gisteren de optocht hier gekeken met wat maatjes. En daarna thuis voor de tv. Zo naar Twente gekeken. Anders zag je geen diepte. Nee. Ja, maar dat zie je normaal ook niet. Dus kan net zo goed zo kunnen zitten. Dus jij dacht dat ze 9-0 hadden gewonnen. Ja, ik denk, kan je wel vertellen.
Ik kan je wel vertellen, er is hier een feestje in Albergen wonen, net geen 3000 man, maar er is een mega carnavalsfeest van 15.000. En ik lees net op het nieuws dat het aantal chlamydia-gevallen nog nooit zo hoog is geweest. Dus er wordt volop gescoord hoor, aan deze kant. Lekker man. Ja, nee, maar ik ben wel blij dat we gisteren tegen Volendam wel in ieder geval de eerste helft even wel lieten zien wie de baas is. Want ik vind, we staan nu vijfde dus, met nog kans op plek 4, dan heb je ook die voorrondes. Want als je vijfde wordt, moet je zo'n play-off Europees voetbal doen. En dat is gewoon kut aan het einde van het seizoen. Nou, als je in één keer vergooit. Maar jullie hebben sowieso een beetje een raar einde van het seizoen. Want Ron Jans die heeft zijn afscheid aangekondigd. En jullie technisch directeur Strooyer, die gaat met hem mee. Dat is een flinke aderlating, Thijs. Nee, ja, nou, klinkt altijd gek, maar ik zag wel een beetje aankomen. Ik had wel, die heeft echt twee gigantisch goede seizoenen straks erop zit. Voor Strooyer betekent dit sowieso dat hij al in een blessuretijd liep. Wij zijn hartstikke blij mee. Maar hij heeft altijd al aangegeven, want toen was het gewoon Strooyer, want er is niemand anders. Hij is ook geen 20. Nee, en die had al wel aangegeven van, weet je wel, als ik bijteken, doe ik dat ook als Jans dat kan. Dus dat werd vorig jaar ook rond deze tijd al aangekondigd. Dus we hadden vorig jaar ook het geluk dat we al heel op tijd wisten. We hebben nog gewoon de technisch directeur en de trainer. En nu geven ze dat nu aan dat ze er ook mee gaan stoppen. Ja, aan de ene kant denk ik van, kun je mooi ruim op zoek. Ik denk dat op dit moment echt trainers wel naar Enschede toe willen. Dus daar zie ik problemen niet. Technisch directeur vind ik echt wel. Want we zijn ook op zoek naar een gewone directeur. Want Van de Kraan stopte ook mee. En hebben ze nou die gast van KNVB op ogen. En dan hebben ze een extern bureau die ze gaan inschakelen om op zoek naar een directeur. Dat is zo niet Twents. Want dat is één keer... Maar het wordt toch al brugging? Ja, nee, maar wij zijn nou... Ja, maar dan hebben we... Dan heb je extern bureau ingesteld. En wordt toch wel brugging. Nee, dan heb je het over technisch. Nee, dan heb je het over technisch. We hebben het over de algemeen. Ja, ja. Ja, is dat, die is gast, dat, die gast, we hebben één keer een extern bureau gehad. Ja, en toen kwam die 538-directeur. Die een paar maanden bij ons heeft gezeten. En er geen klap verstand van had. Dus je snapt dat is nou wel iets. Het is wel heel belangrijk welke personen er gaan komen. Ja, maar die dacht als het over 5 schijven ging, dat hij 5 plaatjes moest opzetten. Ja, nou ja, die heeft heel weinig veranderd in het stadion, behalve de jingles aangepast. Als de goals vielen. Maar Thijs, even welk bureau is dat? Weet jij dat toevallig? Is dat dan Sportsology? Zegt dat iets? Ik weet niet welk bureau dat is. Dus nee, ik weet alleen dat eigenlijk iedereen op een gegeven moment denkt, we hebben een raad van commissarissen, dat zijn allemaal... dikke directeur of ex-directeur of gepensioneerd, maar echt allemaal met zo'n Twente achtergrond. Wie is een magnetron aan het aanzetten? Ja, nee, ik heb een bewegingssensor bij de voordeur. Er staat een postbezorger, die stond net op de raam te kloppen. Van, hey, kom even aanpakken. Ik zeg, nee, zet me neer. Hij is weg. Wees blij dat het een postbezorger is en niet een einde van een dronken gast uit Albergen met chlamydia. Nee, die ligt in mijn achtertuin. Ja. Nee, maar het is... Nee, RVC. Ik weet, ja, ik vind die moet dat met elkaar toch kunnen bewerkstelligen. Dus. Maar ik vind zelf ook, als je nou als directeur naar Twente komt, wat verder wel een gezonde club is en zo. Ik vind veel belangrijker wie de technische man gaat worden. En of dat, Strooyer heeft wel aangegeven van ik ga de nieuwe man wel eerst helpen. Dus ik help wel bij de komende transferperiode en bij de... Dus hij gaat niet zomaar weg. En dat vind ik netjes. Nou ja, ik vind het altijd heel erg jammer als een trainer nu aangeeft dat hij weggaat. Want als een seizoen de komende wedstrijd niet lekker loopt, dan wordt er toch gezegd, ja, je gaat toch lekker weg. Het zal jou nog interesseren. Dan denk ik, ja. Ja, aan de andere kant kunnen het ook laten lopen. Ja, nou, maar is, goed. Dat kun je alleen maar zien. Het is niet gaan, ik ga weg om iets anders te doen. Ik ga op pensioen. Dat is wel een ander verschilletje. Ja, dat is waar. Nee, want maar het is ook... Het is, jawel, nee, maar dit zou dan een soort last dance kunnen zijn, weet je wel. Als je het op die manier weet te spinnen voor zo'n spelersgroep, dan kan je er juist ook weer profijt van krijgen, denk ik. Ja, maar als je nou een keer een triomfant resultaat hebt, krijg je wel gauw van, ja, je gaat toch weg. Wat boeit het hem nog? Terwijl als je dat aan het einde van het seizoen doet, niet. Maar ja, aan de andere kant, wat ik net bij zei... Bij Ron Jans heeft niemand dat toch? Nee. Nee, denk het ook niet. Maar goed. Ik vind het wel bewonderenswaardig dat hij blijft ook lachen als hij 4-0 verliest door René. Ja, jammer. Ja, dus even minder de dag. Ja, die heb je er ook bij.
Ik vind het wel bewonderenswaardig dat, dat er gewoon nog mensen zijn in het voetbal die gewoon zeggen, nou weet je wat, ik ben best wel richting pensioensgerechtigde leeftijd. Ik kap ermee. Want er zijn echt een paar mensen die daar toch wel een lesje van kunnen leren. Want sommigen die gaan echt nooit weg. Dat is een soort badkamerschimmel. Die komen altijd weer terug. Dat je denkt van, hé, maar je was toch al 9 keer gestopt? Nee hoor, daar ben ik weer. Wij weten toch gewoon allemaal dat we het over advocaat hebben. Dat is ja, natuurlijk. Ja, de man die je achternaam heeft, die al zou moeten duiden op een pensioengerechtigde leeftijd. Dat is wat je kunt eten. Ja, gewoon een toefje slagroom erop en klaar is, Kees. Maar het is wel zo Ron Jans dat wel eerder aangegeven heeft, hoor. Die heeft ook al wel in meerdere interviews gewoon gezegd van, hey, ik heb ook nog thuis. En ik heb ook kinderen en ik mag graag een rondje fietsen met de vrouw. Dus die druk van de voetbal is heel mooi, maar het is ook niet alles. Dus ja, dat is bewonderingswaardig. Dat, net wat hij zegt, dat hij tegen gewoon zegt, ik wil er wel mee stoppen. Ik ben benieuwd wie er gaat komen. Ik denk dat zou die echt stoppen als ook van de zomer ineens Ajax zegt, hey Ron. We hebben je, weet je wel, je hebt nooit echt een kans in die top gehad, hè, behalve dan bij Standaard. Ik denk dat hij dan wel even gaat praten met het gezinnetje. Ik denk het wel, toch? Ja, tuurlijk. Het Chelsea belt. Wil je nog 6 maanden? Hoewel ik hem, ja, want het zou waarschijnlijk voor 6 maanden zijn. Hier een hartaanval krijgen. Hoewel ik hem ervoor aanzie om principieel te zijn. Dus dat als hij zegt dat hij gaat stoppen, ik denk dat hij stopt. Vind ik hem wel de type naar. Ja, ik denk ook wel dat hij gewoon echt stopt. Dat je hem af en toe nog wel eens op een tribune voorbij ziet komen. Maar die gaat gewoon lekker van zijn gezin genieten en een boekje lezen. En die heeft zoiets van, nou, dikke doei. Want jullie zitten met Johnny, Wilco. Dus Johnny is de nieuwe redder in nood. De verlosser. Nou ja, het is van de Jordaan. Nee, maar ik denk, hey, jongens, als we toch... De priester uit de pijp. Weet je wat ik namelijk graag zou willen? Dat Wim Jonk bij ons komt. Ja, ja. Ah ja, dat is die wel Die zit bij Volendam. En die heeft best ook wel wat kritiek gehad. Maar als die één ding daar niet, of heel goed is daar niet wat op uitdoen. Ook van clubleiding en ook qua hoe ze, de manier van voetbal zoals hij het ziet. En hij is ook bij Ajax weggegaan toen iedereen er anders over dacht, wel, dat hij gewoon zei, dit is niet des Ajax. Ajax voetbal is anders, punt. En als je het over iemand met... Dan is het wel zo, Thijs. Sorry dat ik je onderbreek. Je ziet gewoon in die wedstrijd Twente Feyenoord, je ziet twee teams tegenover elkaar staan die precies hetzelfde voetballen. Hoogdruk zetten. Ik denk dat bij wie de eerste... Ja, nu gaat Ron Jans natuurlijk weg, maar als van de zomer slot gaat, ik denk... Dat er een aantal trainers zijn waar Feyenoord op zit te azen. En ik denk dat Jonk daar inderdaad er één van is. En dat je inderdaad, als je nu het spel ziet van Twente en Feyenoord, dat lijkt zo één op één op elkaar. Dat je gewoon een aantal trainers gaat krijgen die men ambieert of zou willen oppikken. Ja. Maar Jonk vind ik inderdaad... Ja, maar je kunt dat nu wel hebben dat wij nu al op zoek zijn. Hè? Dus je kan dat gesprek hebben. Ja. En als je het belletje nu al hebt met hem, want ja, dat zou voor hem al een hele stap zijn van Volendam. Richting Enschede, hij komt in een rustige club. Nou, wat ik heel knap vind van Jonk is dat hij gewoon... Slotopvolgen is ook nogal wat hoor, straks. Ja. Ze kunnen weer hetzelfde trucje doen, Pascal Jansen weghalen. Ik denk dat ze dat gaan doen ook. Nou, volgens mij heeft de hele bus bij AZ net een beetje bijgetekend. Dus dat wordt wel een steeds duurder worden om de grap. Maar Jonk die presteert echt wel goed hoor, want het is een partij puin, dat Volendamse elftal. Dat is echt gewoon keukenkampioen niveau. En dat is echt een selectie waar je denkt van, dit is wel echt marginaal. Maar als je Jonk voor de camera ook ziet en zo, ik vind dat gewoon... Maar dat doet heel goed met dat spelersmateriaal. Ook als speler was hij ook al zo. Ik vond dat gewoon een fijne speler om naar te kijken. De ster spelen, niet de Mr. Film spelen, niet, maar gewoon altijd basis. Ik vergeet nooit de Amsterdamse Cocu. En je hebt heb ik liever Jonk dan Cocu als trainer. Maar die Jonk die had toch ook, ik moet altijd denken aan die schuiver tegen Saoedi-Arabië op het WK. En dat hij dan
als die scoorde gewoon zijn vinger in de lucht stak. Dat was wat ja, ik deed. Heb een vraag. Ja. Is dit een doelpunt? Mag ik naar het toilet? Kijk maar goed terug, Tim. Toen had hij ook zo iets te kort wit broekje. Ja, en dan werd hij opgetild. Hij werd opgetild terwijl hij zo... Droog knal van... Ik wil helemaal geen voetballer zijn. Ik wil een proctoloog worden. Nee, maar goed, dat is wel... Dat is wel ze doen er bij Twente natuurlijk nu wel goed aan. Omdat je dus en een algemeen directeur, een technisch directeur en een trainer moet hebben. Ja. Dat je... een heel team in één keer neemt. Vrij snel een beetje de contacten maakt. En wat René al zegt, het wordt heel de tijd Brugging genoemd als technische man. Ik weet niet of die daar ook geschikt voor is. Maar het is wel iemand die de club kent. Dus ik zou er niet raar van staan te kijken. Ik denk zelf, als ik heel eerlijk ben, zou ik meteen met Wout Brama om tafel gaan. Die jongen is telkens geblesseerd. Die moet ook niet meer naar een klasse lager gaan voetballen. Hij vindt voetbal het spelletje te leuk. Dat weet ik gewoon. Mm-hmm. Maar als je het hebt over iemand die intelligent is en die weet hoe het spelletje werkt, die weet hoe de club werkt, dan zou ik gewoon denken van, je kan met een algemeen directeur, met dat soort jongens, dan kan je hem zo één op één, als je hem goed inwerkt, kun je hem daar neerzetten. Ja. Dus ik zou, ik zou eigenlijk direct zeggen van, ga er maar voor. Maar we hadden het over Johnny, hè? Ja, want ik wou eigenlijk zeggen van, interessante vraag. Stel je trainer gaat weg, wie zou je graag als opvolger willen zien bij je club? Dus Wilco, Johnny gaat weg. Dat wordt gewoon, je mag iedereen kiezen. Wie zou je kiezen? Wie ik zou kiezen? Ja. Bielsa lijkt me heel leuk voor bij Ajax. Nou, laten we zeggen, dat is de realistische keuze, denk ik ook. Nou, Bielsa is volgens mij nog best wel te betalen. Alleen, het is totale chaos en een gek. Maar het wordt wel voor de eredivisie, met het spelersmateriaal van Ajax, wordt dat spektakel. Ja, je krijgt wel lekkere potjes voetbal, inderdaad. Ja, dat is toch fantastisch. Ook open huis aan beide kanten. Ja, maar het is wel een beetje Ajax voetbal wat hij doet. Dan zie je elke week zo'n pot als AZ tegen Utrecht. Utrecht, lekker ja. Man. Ja. wie zou jij graag zien? Bij Ajax zou ik dan toch richting Pascal Jansen denken. Want die speelt een aanvallende speelstijl. Met poppetjes worden al geïnstrueerd op een manier zoals dat bij Ajax ook moet, volgens de filosofie. Mm-hmm. Dus dan, nee, maar ja, bij AZ. Bij je eigen club. Als Jansen weggaat. Ja. Dan moet je, als je realistisch moet denken, dan wordt het alweer een stuk lastiger natuurlijk. Wie is nu echt een goede coach op dit moment? Ja. In de Eredivisie. Ja, misschien ook wel Wim Jonk. Waarom niet? En Van Wonderen? Ja, die lijkt me ook nog wel een goede. Nou, ik heb voor AZ. Jongens, ik heb gisteren gekeken naar Feyenoord-Heerenveen. Ja. Ik vind, of Heerenveen-Feyenoord. Ik vind bij deze, Van Wonderen, ik zie hem nog die goal maken tegen Ajax. Mijn eerste Feyenoord Ajax. Fantastische speler. Echt heerlijke vent ook. Goed voor de camera. Maar dat vond ik echt meteen het brevet van onvermogen om bij 2-0 nog steeds achteruit te lopen. Dat ik dacht, ja, volgens mij... Nou, bij Go Ahead heeft hij het wel goed gedaan. Ja, maar veel te verdedigende spelopvatting. Echt veel te verdedigend. Ja. Voor iets als AZ... Want ik had hem ook graag bij Feyenoord gezien, mede door die resultaten van Go Ahead. Maar ik denk en Stijn dan? En je kan zeggen spelersmateriaal, maar bij Heerenveen heeft hij genoeg aanvallen. Ja, nou daarom. En Stijn, ja, die Stijn is ineens on fire. Ja, maar wij zitten ook de hele tijd naar boven te kijken. We staan maar zoveel punten achter op PSV of we staan maar zoveel... Maar Sparta staat er maar 3 achter ons en wint ook gewoon elke keer de partijtjes hoor. Dat is echt een puntensprokkelaar hoor. En ze pikken ook nog wel eens puntjes van de top weg. Zo, hier en daar een gelijk spelletje, daar een dingetje. Het lijkt nu wel in te storten sinds die Mijnlands weg is, overigens. Het lijkt wel, dat was een hele goede aankoop van AZ. Mijnlands. Bij een soort Bayern München-achtige aankoop van AZ. Gewoon, laten we bij de concurrent de beste weghalen. Daarna scoorde hij 3 maal op rij. Ook wel in het Engels een hat-trick. Oh, heerlijk. Nijnans heeft een klacht ingediend. Van plezier. Van Bronckhorst. Waar zit Van Bronckhorst in? Goeie vraag. Nee, ja. Die moet toch gewoon teruggehaald worden door een Eredivisie-club die een goede keuze heeft. Ja, tuurlijk. Dat is... Ajax kan het niet doen, maar... Maar Thijs heeft altijd een ding gehad met Ron Jans. Weet je wel? Dat je zei van, ik weet het niet en het is niet mijn trek.
dat is een beetje wat Feyenoorders hebben met Giovanni van Bronckhorst. Maar je kan niet zeggen dat de meest succesvolle trainer van de afgelopen 20 jaar niet gewoon goed heeft gedaan met drie... niet welkom drie, is. drie bekers, een kampioenschap en een supercup. Of zo, ja. Volgens mij zelfs. Dus dat je denkt, ja, volgens mij heeft hij het helemaal niet onaardig gedaan. Absoluut niet. Nee, maar Johnny Heitinga, dat zie ik voorlopig nog wel goed gaan. Ja? Maar hij heeft wel een juiste instelling, namelijk gewoon, hij is constant pissig, ook als die derde erin gaat. dat vind ik wel een goede. Hij kan de volgende irritante trainer worden wel, hè? Hij staat te applaudisseren als een bal uitgaat bij de tegenpartij, stond hij te applaudisseren met die handjes in de lucht zo. Ja. Alsof hij het publiek aan bedanken was, maar dit ging gewoon om een bal die uitging. Nou, ik hou wel van een beetje dat niet dat achterlijke meejuichen of zo. Dat denk ik, jezus gast, je hebt helemaal geen fuck gedaan. Je zit gewoon op een bank. Doe normaal. Weet je, dat is gewoon dat als een trainer gewoon het halve veld overrent of zo. Weet je, dat vind ik ook altijd overdreven. Maar ik moet nog zien hoe hij straks reageert tegen Union Berlin. Als nee, dan gaat hij gewoon... Dan wordt het wel wat anders. Dan gaan ze gewoon keihard er vanaf. Die gaan er gewoon keihard af. Want als je op dezelfde manier voetbalt als tegen als afgelopen weekend tegen Union Berlin, dan heb je de vier tegen na de eerste helft. Het trickje Rolle Becker. Ja, nee, maar dat is echt een heel ander... Kom op, we hebben het wel over RKC die nog niet eens Kramer hadden, weet je wel. Ja, maar weet je, RKC, het speelde echt... Ik zat te kijken, volgens mij hebben zij precies wat je moet hebben als club in de middenmoot. Een paar van die ervaren jongens die elders... Ja, zo'n Seuntjes ben ik echt wel fan van. Zo, en Belhassani die dan tussen de linies speelt. Ze hadden het de hele tijd over bij ESPN. Het elftal is te lang bij Ajax. Het elftal is te lang. Dat ik dacht, nou, dat is best knap. Ik kon jij zelf voorin. Maar wat ze bedoelen feitelijk, dat die Belhassani kan in het midden worden aangespeeld. 16 keer om zijn as draaien. Kop thee drinken. Eerst de thee nog zetten. Ja, had alle vrijheid. Echt bizar. Ik heb altijd het vermoeden gehad dat spelers zoals bijvoorbeeld zo'n Seuntjes, dat als die dan toevallig eens een keertje bij een topclub terecht waren gekomen, ik zeg maar wat PSV, Ajax, Feyenoord, dan hadden ze er zo 18, 20 ingestopt per seizoen. Ja. Het zijn echt van die gasten die het dan net niet hebben gered bij de top of zo. Ik vind dat Seuntjes, die moet gewoon beslagen worden. Ik vind keurslagen Seuntjes, dat klinkt te mooi. Ja, dus, ja, sorry. Ja, ja. Maar dat zou best wel eens gewoon de hele reden. Ja, dat zou best nog wel eens de hele reden kunnen zijn dat hij niet bij zo'n topclub zit, omdat zijn naam dan niet aanstaat of zo, ja. Of niet sexy klinkt. Of zo. Nee, maar ik denk bijvoorbeeld, ik heb van het weekend echt zitten genieten van Giménez. Nee. Zijn manier van doen. Je denkt telkens, hij gaat naar binnen kappen, dat zie je toch, maar hij doet het en er komt een goal uit. Dus Hij heeft een beetje ook wat Seuntjes is, heeft namelijk een lange gozer. Je denkt hij is niet echt snel, maar dan stiekem is hij toch best snel. Mm-hmm. En technisch super vaardig. Want die bal, hoe bekeken die binnenschoot, veel spelers zouden choken hoor, zo bij zo'n kans. Eerlijk, ik had lange tijd met twijfels over hem, maar hij doet het wel heel aardig. Hè? Ja. Nou, ik heb een groter probleem, denk ik, met Ajax dan Johnny Heitinga. Ik ben bang dat... Dan denk ik ook dat jullie wel veel, veel grotere problemen hebben. ik ben namelijk... Heel... is het grootste probleem. Ja, er zijn er wel heel veel. Maar ik ben eigenlijk wel bang dat gewoon volgend transferwindow gaat gewoon Jurrien Timber en die Kudus, die gaan gewoon weg. En wat heb je dan nog over? Maar je mag terugkopen. Je mag ook terugkopen, maar heb je gezien wat we teruggekocht hebben? Ja. Dat is gewoon, je mag terugkopen, maar ja, we hebben nu gewoon iemand die gewoon volgens mij gewoon blind in de drie doldwaze dagen bak springt. En maar kijkt wat eruit komt. Hier nog een speler. Want het is niet echt veel over nagedacht, laat ik het maar zo zeggen. Maar je kan wel, het is... Het is ook zo'n wedstrijd, en dat vind ik zo bizar, dat je toch gaat zitten kijken. Ben benieuwd. Het is niet vanzelfsprekend dat Ajax deze potjes wint, want er was natuurlijk wel even sprake van. En daarom dat ik ook even net dat speelschema van Feyenoord er dan bij pakte. Het wordt bijna een soort, omdat Feyenoord nu tegen een paar topclubs heeft gespeeld en dus minder punten heeft gehaald, waar Ajax drie wedstrijden tegen, heel eerlijk, de Lam en de Blinden, is ineens het lek boven. Maar dat is dus ze hebben ook tegen Twente gespeeld in de week. Hè?
Ze hebben tegen Twente gespeeld in de beker, maar dat was die coinflip en dan had Twente gewoon eigenlijk moeten winnen. Maar dan werd een beetje halleluja in de gloria, omdat je van Excelsior, Cambuur en van RKC wint. Ja. Nou, we weten pas waar we staan tegen Union Berlin. Als je daar gewoon een fatsoenlijke partij op de mat legt, dan denk je, nou, dan kan je zeggen het lek is boven. Maar ik denk gewoon dat ze er gewoon met 2-3-0 vanaf gaan. Het is heel broos, hè? Ja, nee. Maar en ik weet gewoon zeker dat als Union Berlin als eerste scoort, dan valt het geestelijk gewoon als een kaartenhuis in elkaar. Want dan komen diezelfde frustraties weer boven. Die zijn nog niet opgelost. Weet je, het is niet gewoon, maar dat zag je ook al. Je plakt er een plakbandje over en het is klaar. Je noemde eerder al even Klaassen. Ja. Hoe die uit zijn dak gaat. Omdat sta je 1-0 achter tegen RKC. Word je helemaal gek. Heb je schuim op je bek. Kloppende ader in je nek. Wel, bloed doorlopen. Daarom is hij gehaald natuurlijk. Bij Werder Bremen tegen degradatie gevochten. Ja, waarom? Altijd, om altijd lekkere opstootjes opzoeken. Dat hebben ze bij Ajax wel een beetje nodig, hoor. Wat je nodig hebt. Hij gedraagt zich nu een beetje als een slechte invalvampier of zo. Ja. René, vind je dat er bij Ajax te weinig opstootjes zijn dan? Met Alvarez en met Berghuis. Dat zijn toch wel types. Dat zijn de vervelende opstootjes die het team alleen maar uit balans brengt. Maar iemand die zijn eigen teammaatjes eens een keer achter de oren tikt, omdat ze gewoon niet staan op te letten. Dat heeft Ajax wel nodig, hoor. Ja, nou, ik denk dat Klaassen gewoon aan zijn water aanvoelt dat hij nu de 12e man aan het worden is. Ja. En dat hij er voorlopig eigenlijk niet meer in staat. En dat is ook logisch, want zonder Klaassen spelen ze wel beter. Op het randje, inderdaad. Ja. En dat is gewoon de natuurlijk. Exact. Ja. Maar ja, ze hebben er ook eentje rondlopen achterin met 2 schoenendozen om zijn voeten. Twee linker schoenendozen, volgens mij ook nog. Welke? Dat is ook bijzonder, hoor. Ja, Bessie. Ja, er zijn er een paar. Ik zit ernaar te kijken. Die organisatie is toch voorkomen weg bij dat doelpunt. Het slaat toch helemaal nergens op. Echt, je moet echt nog eens een keer die Belhazani. Die heeft volgens mij een minuut lang die bal aan de voeten. Het is echt bizar. Die Kudu stapt in en stapt weer weg. Die stapt gewoon weg. Dat je denkt, als je hem daar al opvangt. Is die line dance cursus toch nog ergens goed voor geweest? One step, two step. 3, 4, 5, 6. Nee, maar het slaat helemaal nergens op. Ik bedoel, Koeders wilde natuurlijk weg van de zomer. Ja. En die was dichtbij een overgang naar Everton. Maar hij werd natuurlijk geblokkeerd. Ja, dus hij dacht, ik ga de lijn op. Had, en ik ga het veld er vast uit. Dat dacht hij. Ja, het verbaasde dat hij überhaupt nog doelpunten scoort. Ja, dat is ook nog wel een dingetje. Hè? Al die gasten met die frustraties van een mislukte transfer. Ja, dat is Alvarez en Koeders. En Robbie moet er toch ook meer van verwacht hebben? Ja. Die hele, dat hij terugkwam. Ja, ik denk Bergwijn zit ook nu gewoon zo van, Jezus, waar ben ik in terechtgekomen? Wat is daarmee gebeurd? Ja, maar die brengt zelf ook helemaal niks, hè, Wilco? Je kan wel zeggen, waar ben ik in terechtgekomen? Maar iemand die uit de Premier League komt, die valt mee. Een beetje de kar trekken. Nou, ik vond het wel een hele constante lijn naar achteren. Ja, heel constant. Ja, want in dat bekerduel tegen PSV, die 3-5, daar scoorde hij nog een prachtige goal. Naar binnen kappen, balslange hoek, een beetje zoals Gimenez hem scoorde, maar dan van nog grotere afstand. Ja, maar is dat niet gewoon... De eerste paar wedstrijden gewoon... was hij perfect, maar daarna is het gewoon zo heel langzaam gewoon weggebrokkeld. En dan hoor je ook wel van die dingen... Als je zijn carrière nou ziet, Wilco, het is toch... Hij was bij PSV echt heel behoorlijk, maar dat was ook in dat omschakelingsspel. Bij Tottenham is het er toch ook niet echt uitgekomen in die zin. Dus daardoor kon hij ook naar Ajax, zeg maar. Of kon Ajax hem kopen. En als je dan hoort dat hij, ik kan die naam niet uitspreken, maar die gast Tottenham. van Napoli, van Schrahatschwali. Ah, Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, Kvitsja Kvaratskhelia. Jij kan het weer wel. Noem hem gewoon Maradona. Maradona. Maar die is ook gewoon bij Ajax aangeboden. Die was geloof ik 15 miljoen of zo. Die had echt wel minder verdiend dan Bergwijn. Dat je echt denkt, hè? Die had je moeten hebben, ja. Ja, dat is toch veel meer een Ajax aankoop dan zo'n... Ja joh, die heeft 18 wedstrijden gespeeld. 8 goals, 9 assists. Napoli staat waanzinnig bovenaan. In Italië. Hebben 9 wedstrijden op rij gewonnen in Italië. Kijk, bij Ajax is het gewoon... Ze moeten in de zomer 6 blind terugkomen. Ja, en per Schuurs. Die doet het ook wel aardig in Italië. 30 miljoen neerleggen voor blind. Ja, ze zou nog doen ook nog. Ja, met Bromby toch? Die loopt gratis de deur uit. 17 toch? Ah, dat was ook dat je echt denkt van Jezus. Wat...
Dit is toch gewoon... Ik kan me bijna niet voorstellen dat er een manier was geweest om dat goedkoper voor elkaar te krijgen. Dat je gewoon had gezegd, oh, jij wil naar Leipzig. Weet je, wat geven ze je als tekengeld? En dat verdubbelen gewoon. En dan ben je toch goedkoper kwijt dan die 17 miljoen. Wat is dat voor onzin? Dat je echt denkt van, hè? Hoe kan dit? Ja, en je zit altijd naar Ajax ook te kijken dat je denkt, iedereen weet toch dat die basisopstelling al van geen kant klopt, toch? Of ben ik... Ik vind het op dit moment, vind ik er een stuk meer logica in zitten dan in de Schreuder-periode. Nou ja, maar Schreuder zette een Luka op doel, maar je hebt, als je kijkt gewoon puur naar... Wat ja, maar hij is lang! Hij is lang, Tim! Je snapt het niet. Iedereen roept, is briljant. Nee, maar die tweede helft zetten ze Berghuis rechts buiten, Tadic links buiten en iedereen gewoon op een vaste positie. Mm-hmm. En het gaat lopen. Ja, het gek, hè? Het is nog steeds RKC, dus dat kan ook gebeuren. Maar je zit toch als Ajax ziet, ik zie er wel eens voorbij komen die helemaal gefrustreerd zijn omdat die Alvarez maar achterin blijft hobbelen. Iedereen zegt, die moet op het middenveld, die moet daar. Dat je denkt, maar waarom worden die poppetjes niet gewoon op de juiste plek gezet? Ja, maar ik begrijp ook niet dat er dus je hebt Alvarez ga je dan als centrale verdediger neerzetten. Omdat Bessie dan niet echt voldoet of zo. Dus zit er niks achter Bessie meer? Of zo? Ja, blijkbaar. Dat je gewoon denkt van, hoeveel centrale verdedigers heb je nodig in een voetbalelftal? Nou, ja, toch gauw iets van vier of zo, toch? Dat je, bij Ajax gaan we sowieso... ik denk dat Ajax de Wit terug gaat halen. Denk ik. Voor 49 miljoen. Ik denk wel dat de kans heel groot is, namelijk. Ik denk dat Ajax serieus zin op Hilgers van ons heeft. En volgens mij, ik denk dat ze meer gaan winkelen hier in eigen land dan we misschien verwachten. Ik denk dat ze daar ook al klaar zijn met hele grote aankoop terugkomen waar... Misschien kunnen ze Per Schuurs terughalen. Per Schuurs terughalen voor 60 miljoen. Ik denk dat ze daar niet... Maar zulke dingen gaan gebeuren, of een Gravenberg of zo, dat gaat echt gebeuren, hoor. Nee, maar ik denk dat ze Dani de Wit niet terughalen. Dani de Wit is inderdaad... Ik denk dat ze eerder voor Donny van der Beek gaan. Ja... Of, en ik denk deze twee, maar ik denk dat Alvarez weggaat. Ik denk dat ze deze twee, Mees Hilgers, gaan ze voor. En dat zal er een beetje omhangen of Feyenoord eerder is. En of, weet je wel, hoe en wat. Want die willen ook heel graag die Mees Hilgers. En ze gaan voor Zerouki. Ik denk dat ze die gewoon terugkopen. Op het moment dat die Alvarez weg is, geef ik je op een presenteerblaadje, gaan ze Zerouki kopen. Ja, dan heb je Zerouki nodig. Ja, maar het is toch ook gewoon, voor het geld van een Bessie, had je zo de halve Eredivisie leeg kunnen kopen. Ja. Dat loopt ook gewoon. Kijk, je kan voor heel veel miljoen die ene speler halen, maar net wij zeggen van Nederlandse velden hebben we echt wel goed spul lopen nu. Waar gewoon vooral ook Ajax heel erg bij gebaat is nu. En maar ik denk ook dat die jongen van Heerenveen, die moet je toch naar Ajax halen, die Milan van Ewijk. Je wilt toch een goede rechtsback hebben? Maar ze hebben een of andere Sanchez gevonden, die ook niet zoveel brengt. Ja, maar het punt is wel nu dat die Nederlandse terwijl je die ook ploegen hebben, ook doordat ze kapitaal hebben. Hè? Dus want ik snap het, Zerouki, het is wel gewoon 8, 9 miljoen. Ja. Die van Ewijk zal dat misschien ook al inmiddels gaan aantikken. Hm. En dan is die stap, tuurlijk, hij wordt vaak gezet en het lukt, maar je hebt... Jawel, maar die blunders komen voor 18 miljoen of Zerouki voor 8. Nee, dat snap ik. Dingetje, hè? Ik kijk even vanuit het perspectief van Feyenoord. Die kopen Trauner voor 1 miljoen, Uisnes voor 5 ton. Ja. Die hebben Wiever gekocht voor 6 ton. Ja, het hoeft allemaal niet super duur te zijn om kwaliteit te zijn. Dat is een beetje mijn punt ook, hè? Eigenlijk bedoel ik hetzelfde. Ik denk gewoon AZ en zo loom echt spelers. Ja, die kan Ajax nu goed gebruiken. En dat is toch wel de... Ja, ik denk dat heel veel van die spelers ook al liever naar de middenmoot van de Premier League gaan. Ja. Jongens, we moeten er zo een eind aan breien. Maar ik heb nog twee vraagjes voor René. Allereerst Willem II. Wanneer komen die terug in de... Oh, ik wou eigenlijk... Oeh. De vraag 1, is jouw lievelingskleur wit?
Zeker. Ja, dat jasje kleedt mooi af met de muur en het plafond. Met dat is inderdaad. Heb ik niet over nagedacht. Nee, diep zwart. Diep zwart is mijn lievelingskleur. Ja, en dan net als Kanye West ook zo'n bivakmuts erover heeft. En dan alles wat je zeggen wat je wilt. Nee, ja, Willem II, dit jaar gaat het denk ik niet lukken. Alhoewel, Robbenmond heeft wel de flow er weer een beetje ingekregen. 3 wedstrijden op rij gewonnen nu. Over mooie namen gesproken. Maar, mooie naam. Reinier Robbenmond. Oh ja. Potverdomme. Nou, vorig jaar hadden we Mike Trezor en Daichimie op het middenveld. En die speelt nu de sterren van de hemel bij Genk, hè? Ik heb dat wel eens besteld in een Japans restaurant. Super duur, maar wel lekker. Gewokt of gegrild? Ja, dan moet jij wel op pen en papier bestellen, want jij kan het niet eens uitspreken. Ik kan het zeker niet uitspreken. Ik ook niet, hoor, trouwens. Iedereen zegt ook gewoon Trezor, toch? Het is ook gewoon, ik ben naar een van de beste sushi-tenten in Twente geweest zaterdagavond, omdat ik dus een avondje vrij was. Ik zeg altijd, doe maar gewoon de cursus van de kok, omdat ik gewoon niet kan uitspreken. Toen krijg je een broodje haring. Heet hij dan ook gewoon roomvis? Is dat de enige sushi-bar in Enschede? Ja, die man die heeft ochtends nog met de viskar op de markt gestaan. Dat is de enige sushi tent in Nederland waar je een broodje haring en een broodje palingen krijgt. Ja, die staat er van te kijken. Ja. Maar wil ik ook gratis tip van Omer Flip. Als jij Edwin van der Sar in de DM slide af en toe, dan moet je hem even tippen dat Leroy Owusu transfervrij is komende zomer van Willem II. Dat is de beste rechtsback van de KKD. Heeft geen seconde gemist. Hij start altijd en wordt nooit gewisseld. Hij neemt vrije trappen en corners. Hij loopt met regelmaat gewoon 2-3 man voorbij. Hij is ook goed met de bal aan de voet. Hoe oud is hij? 26. Oké. Ja, hij spreekt fatsoenlijk Nederlands. Het is een goede gozer om voor de camera te zetten, zeg maar. Het is geen bergwijn. Hoezo? Dat is toch een lekkere welbespraak. Oh, wacht. Nee, dat... Ik zie gewoon Tim stiekem onder zijn bureau al appen met Feyenoord. Jongens. Ik heb weer een koopje. Als het om spelers uit de KKD gaat, vertrouw ik Feyenoord echt wel volledig. Die hebben daar echt wel een paar mensen rondlopen. Hoe ver staat Willem II achter daar? Nee, ik heb de stand zo niet bij handen. Staan nu vierde. Ze stonden vorige week vijfde. Ze hebben de eerste twee gaan automatisch door. Ja, dus ja, maar Heracles die is niet met zo'n goede reeks mee bezig, hoor. Nee, klopt, die zit in het slop. Ja. Maar die staan nog wel 6-7 punten los van de nummer 3, hoor. En dat is dan Almere City nu. En ja, maar dat gaat wel... Die hebben wel vrijdag al uit Venlo uit mijn hoofd verloren. En ja, die moeten vanavond moeten ze weer ook... MVV dan of zo was tegen moeten? Ik heb in de kleine lettertjes van de KNVB gelezen dat Almere City nooit mag promoveren omdat niemand daar naartoe wil. Ja, ik wou net zeggen, dat is het enige uitvak wat altijd leeg blijft. Dat is toch echt helemaal niks, jongens. Ja, het is waar, een keertje dichtbij inderdaad. Toen liep het mis. Die is een soort omgekeerde ontzegging. Nee, maar ik bedoel, dan hebben zij in de eerste divisie ook al wat langer door kunnen voetballen in de winter. Dus ik weet niet hoeveel wedstrijden ze daar nog moeten. Ik had voor de winterstop... We hebben er 23 gehad. Oké, want ik had voor de winterstop had ik gezegd van, oh, dat Heracles dat gaat met Pek, dat is gewoon 1 en 2. Maar ik denk het nog, hoor, maar ik ben er niet meer zo heel zeker van. Het is wel grappig. Dat zit een beetje in de rand. Het is wel grappig dat als het zo blijft met de stand, gaat heel Noord-Nederland gaat eruit. Emmen, Groningen, Cambuur, weg. En dan wordt dan vervangen door Oost-Nederland. Nou ja, Pek en Heracles zijn beide ook teams wat niet eigenlijk aan mogen degraderen. Nee, dat vind ik echt wel eredivisie teams. En jongens, onze toekomstige middenvelder speelt daar bij Pek. Als er één jongen nu heel graag naar Feyenoord wil, is het wel die van de Belt. Dat is ook zo, een mooi goaltje laatst. Ik weet even niet meer tegen wie. In de kruising. Zo, ja. Mooi balkballetje. Ja. Een heel lekker spelertje. Hey, en dan hebben we natuurlijk volgende week echt de absolute kraker. De topper van de Eredivisie. We krijgen gewoon AZ Feyenoord, jongens. Ja. En Kutje geschorst. Jij gaf het al aan, hè, Tim? Ja. Maar Feyenoord speelt thuis, toch? Ja, klopt. Ja. Maar dat maakt voor Wilco niet uit. Nee. Nee, klopt. Ik denk dat AZ wel uitmaakt, hoor. Ja, zeker.
Ik denk dat het een dat wordt een tactisch schaakspel. Hoewel ik moet zeggen dat ik de uitwedstrijd was AZ wel favoriet, had ik het idee. Maar dat was tactisch was het Slot die aan de langste eind trok. Even tussendoor, Tim. Wilco, ben jij heel erg gegroeid en dat de colafles veel kleiner lijkt nu? Of heb je gewoon een Nee, ik klein had een flesje klein cola? flesje. Ik had een Oh, klein flesje. goede gewoon echt. voornemens. Normaal zit je met zulke Wilco flessen, zit nog in de groep. Niet in René. de Hij zit al lengte, met zulke maar. flessen in beeld. Nee, ik heb klachten gekregen van de reclamecodecommissie. Dus, Ga verder, Tim, sorry. Ja, je hebt de klachten gekregen van Coca-Cola. Ja, we willen niet met die man drinken. geassocieerd worden. Nee, dus ja, ik ben benieuwd. Ja, weet je, ja, Kökçü eruit. En Kökçü is echt, ondanks wat Perez zegt, want Perez heeft er een soort sport van gemaakt om iedere keer als Kökçü een beetje tegenvalt, meteen erop te duiken. Ja, Perez. Perez wordt echt irritant. Nou ja, gewoon ook dan roepen van, oh, hij heeft 30 keer balverlies geleden. Ja, als al zijn ballen richting, als het allemaal diepteballen zijn, dan denk ik, ja, nou Ja, prima. dan kan je dat ook over Ziyech zeggen, maar dat was Ja, toch de beste precies. speler van Ajax in die tijd. Precies, precies. Dus dat is altijd een beetje flauw om met dat soort statistieken te komen. Nou, ik En denk dat ook Perez hoe het stiekem gewoon doet omdat de rest zo nietszeggend is aan dat tafeltje. De rest ja, durft nooit ja, stelling te ja, nemen. ja. Volgens mij En ik denk dat dat hij verandert gewoon zoiets wel zegt van, de nou, dan gooi ik wel een knuppel in het hoenderhok, want nu is Ja. het helemaal geen reet dan, weet je. Nee, want eerst was het natuurlijk bij Kökçü altijd zo, hij scoort te weinig. Nou, toen kwamen ze er eindelijk na 3 kwart jaar kwamen ze erachter dat hij geen nummer 10 is. En omdat hij nu ook volgens mij 7 of 8 doelpunten erin heeft liggen, dat ze zeggen, oh, voor een middenvelder scoort hij toch best aardig. Ja, maar die gaan ze heel erg missen. Met name ook omdat hij heel erg belangrijk is in dat aanjagen. En ook wel, ja, hij zei het zelf, was ik nog maar die luie speler van een paar jaar terug, want dan had ik die tackle nooit gemaakt daar. En had ik die gele kaart niet gepakt. Maar ik denk ook wel, ergens, ik heb er zoveel vertrouwen in bij Feyenoord altijd, dat er dan wel weer iets wordt bedacht. Want ze verliezen gewoon je kan heel moeilijk van ze winnen. Nou, Blijven wel. ik Ik denk ben ook dat het een gelijk spelletje wordt, hoor. Ik denk 2-2 of zo. Ik denk dat we veel doelpunten gaan zien. Ja, een beetje Ja. een soort AZ Utrecht-achtige vibe. Dat, ik heb Ja. ook wel het gevoel dat er best wel wat gescoord gaat worden. Dat het een leuke, aantrekkelijke wedstrijd gaat worden. Ja, Althans, dat hoop ik gewoon. ik denk een overwinning Feyenoord of een gelijk spelletje, inderdaad. Een van die twee. Klinkt wel heel aannemelijk. Maar ik denk dat ze Kutsu ook komende zomer gewoon gaan verliezen, hoor, Feyenoord. Ja, Ja, dat is als die dit prima. seizoen voetbal. Ik denk dat Timber al klaar staat. Of die hebben ze eigenlijk al voor die positie gehaald. Dat is zijn echte positie. Ja, ik denk dat het prima is. En je hebt die Wiefer en Van der Belt komt er dan Liefertje, waarschijnlijk ja. bij. Ja, Wiefer is echt, jongen, ik ben er Zo. zo blij mee. Ja, snap ik. Zo'n fijne paas heeft hij ook. En ik vind wel een voordeel dat Reinders niet zo heel lekker in vorm is. Heb ik het idee bij AZ momenteel. Die heeft even een paar mindere. Dan kan je ze net zo op het goede moment treffen, zeg maar. Ja, het is, weet je, en dat zie je ook bij PSV. Dat zie je in al die topwedstrijden. Het is enorm cliché, maar het gaat op details beslist worden. En Ja, that's maar it. Feyenoord heeft dit jaar en dit seizoen ook bewezen dat wanneer de wedstrijd juist wat moeilijker zijn, dat ze ook steady zijn. En dat heeft AZ ook. Maar net als jij zegt, bij AZ staat er minder druk op. En bij Feyenoord is het ook duidelijk, als je zo'n wedstrijd wint, ja, dan kan het eigenlijk bijna niet meer misgaan, joh. Ja, dat klinkt Als je gewoon. zondag of zaterdag wint, dan ligt de weg naar het kampioenschap ligt open. Gezien het programma, hè, wat ik zei, want je hebt de wedstrijden als Utrecht, Groningen krijgen allemaal thuis. En je krijgt Emma uit, weet je wel, Cambuur uit. Nou, dat zou in principe geen probleem moeten zijn. En dat is dit jaar ook wel gebleken bij Feyenoord. Die verliezen niet zo heel veel punten in van die hele gekke wedstrijden. We gaan het zien, we gaan het zien, we gaan ook afronden. Ik wil René bedanken, super dat je er was. En ik Ja, wil leuk. eventjes iedereen ja, toch wel eventjes daaraan herinneren dat jullie moeten liken, subscriben en check ook onze TikTok en Instagram Reels. Die zijn nieuw, dus like ze en subscribe en de hele mikmak. En kijk vanavond eventjes naar 8 uur. ESPN. 8 uur. Acht uur. ESPN, En yes. mag ik iets inbrengen? Ja. Luisteraarsvragen. Mocht je nou een keer een vraag hebben over het een of het ander bij een van onze clubs of gewoon over onze favoriete kleur, stel die vraag. Stuur hem op en wellicht behandelen we hem dan
Ja, zet hem gewoon onder in de comments. Onprofessioneel, niet goed beargumenteerde antwoorden wil. Ja, of vragen. Moet je bij ons zijn. Stel ze. Ja, onderbuik. Heb ik vast een vraag voor Wilco. Wilco, was Benjamin Fase nou ook een huilstruik afgelopen weekend of werd hij echt geraakt? De keeper van RKC. Ik vond dat wel een vrij gênant soort van amateurtoneel voorstelling. Ja, want volgens mij kreeg hij een korreltje gras in zijn oog. Of zo. Ja, hij was zo woest over Xavi Simons toen hij met een gevaarlijk spel en een penalty afdwong, zeg maar. Nee, met Xavi Simons, die heeft altijd dat gehuil, maar dan is het een beetje een huilstruik, omdat hij altijd, ik word gewisseld. Hij heeft het allemaal een goed spelletje, hoor. Maar die keeper van RKC, dat was echt amateurtoneel van echt de onderste plank, laat ik het zo zeggen. Dat was echt... Hadden jullie trouwens gehoord wat Van der Vaart zei over Simons? Die loopt wel echt met hem weg. Die zegt, Koeman moet het Nederlands elftal al om hem heen gaan bouwen. Dat zei hij dan zo, hè? Kom maar, moet het Nederlands elftal op. Ja, maar dat is ook zo'n favoriete... Dat is een favoriete uitspraak van de Vaart. Vind ik trouwens geen gekke uitspraak. Nee. Voor de komende jaren. Ik heb mede Feyenoord supporters gehoord die tegen PSV zeiden, en dit zeggen ze anders nooit, en ik zal hen ook niet met naam en toenaam hier benoemen, die hebben gezegd... Ik heb best wel genoten van die Simons. Ja. Als je dat in de wedstrijd zegt waar de belangen zo groot zijn, dan weet je hoe goed hij speelde. Ja, nee, echt, ik ben ook fan van die gast. Het is wel een gevleugelde uitspraak van de Vaart, hè, dat hij altijd zegt, daar moet je iets omheen bouwen. Dat zegt hij ook over zichzelf. Dan moet je een McDonald's omheen bouwen. Heerlijk. Ja, hij was ook in Berlijn, toch? Dat hij zei, je zou hier iets omheen moeten bouwen. Hij heeft toch gespeeld bij Cheese Onion Berlin? En hamburger SV, hè? Ja, precies. Goed. Hey jongens, dus kijk allemaal vanavond naar ESPN. Mocht je toevallig zoiets hebben van ik ben van het doneren, dan meld je dan aan als stamstel, donateur. Dat is een van de mooie dingen die uit deze tragedie... Matches.nl, toch? Of matches... Matches.nl. Ja, meld je aan als donateur en kijk vanavond om 8:00 naar ESPN. Dit was Randje Buitenspel. René Treur, dankjewel. Thijs, thanks, Tim, man. Ciao. Tot volgende week. Yes. Dit was Randje Buitenspel. Ciao! Boeien. Hoi!